Hoe komt dat zo, een verzameling van tackles? Toen ik mijn eerste tackeltje kreeg in 1971, ging ik kort daarna op vakantie naar Noorwegen. En daar in een winkel stond, een houtsnijwinkeltje stond, een houten tackle. En dat, toen zei ik dus prompt van, goh, dat is net zo'n hondje als ik thuis heb. En die heb ik toen gekocht en dat was het begin. En dan krijg je voor je verjaardag eens een tackeltje. En je ziet eens een tackeltje. En zo sluipt het langzaam aan je huis binnen. Er zijn ook verschillende materialen, hè? Het materiaal wat er bestaat, is er wel een tackle, ja. En dat varieert van plastic tot inderdaad goud, brons, zilver, ivoor, hout. Van alles wat er is, ja. Porselein. Heel veel mooie porseleinen tackles. En dan hebt u ze een beetje gerubriceerd. En hoe hebt u ze gerubriceerd? Best wel heel makkelijk om ze dan keurig op kleur neer te zetten. Ten eerste op hout. Ik heb een blauw kastje, ik heb een wit kastje. En kastje waar het zilver en het brons in staat. En een kastje, en veel kastjes met porselein en keramiek. Mag ik vragen hoeveel er ondertussen zijn? Ja, ik weet het niet precies, want tellen is heel moeilijk. Maar ik denk dat de 3000 wel benader, als het niet meer is. En daarbij komen dan nog eens iets van 10.000 ansichtkaarten. Bijna 1000 boeken. Een heleboel boeken waar de tackle de hoofdrol in speelt. Maar ook boeken waarin de tackle, zoals Disney boeken, Toy Story, Jip en Janneke, Jan Jans en de Kinderen. Overal zit een tackle bij. Wat maakt een tackle zo bijzonder voor u? Voorwerpen in kussens, op theedoeken en altijd dat lange lijf. De hotdog, zoals die in Amerika genoemd werd. En ik durf eigenlijk wel te zeggen dat de tackle de meest afgebeelde hond is. Zowel op papier als in allerlei vormen die je in huis hebt en thuis kunt gebruiken. En u blijft doorgaan met uw verzameling? Ik blijf doorgaan. Niet meer met beeldjes, want daarmee zit ik wel een beetje vol. Maar ik ben heel erg gek op alles wat in tijdschriften staat, in kranten. Dus ik heb heel veel knipsels, heel veel boeken, heel veel ordners. Heel veel platte zaken, zoals dat heet in verzameltaal. Ja, dus u hebt ook nog eens heel veel artikelen over tackles? Ik heb heel veel artikelen over tackles, ja. Ik denk dat ik een 40 dikke ordners vol met knipsels heb. En dan gaat het ook over mensen met hun tackle. Vorstenhuizen hebben bijna allemaal een tackle gehad. Dus ik heb koningin Juliana, prins Bernhard, prinses Beatrix. Ik zie dat u er nog altijd heel veel plezier aan beleeft. Volgens mij gaat er geen dag voorbij of u bent wel met uw tackles bezig. Ja, dat klopt helemaal, ja. Ja. Dus u kunt nog wel even door. Ik kan nog wel heel lang door, ja. Het leuke van verzamelen is altijd dat je heel veel contacten hebt. Zowel in binnen- als buitenland. En dat maakt het heel erg leuk.